We zijn in de bron en jullie zijn vandaag druk bezig met jullie 29e Vrielingdam toernooi. Maar kun je me uitleggen wat voor toernooi dit is? Ja, dit is een damdag, een damtoernooi. Wat jaarlijks doen, aan 29e keer het Vrielingtoernooi. Maar voor die tijd ook al dammen wel al. Ja, wel al 45 jaar, dat we wel meer misschien nog, dat we damdagen organiseren. En de laatste 25 jaar ongeveer tussen kerst en nieuw. En dat is wel een goede set geweest van ons. Maar we doen er ook echt heel voor. Altijd mails, we hebben 500 mails weggestuurd, ook persoonlijk, niet alleen naar de vereniging toe. Want dat komt vaak niet over, je moet ook persoonlijk benaderen. En we hebben ook de toppers hier zo, we hebben domchef uit Litouwen, die zie je zo aan de dammen. Nou, daar zijn we heel trots op dat hij hier vandaag aanwezig is. Nog nooit zo'n sterke dam gehaald. Dus we hebben ook een ereklas ingericht. En die komen dan ook deze kant op aan. Omdat je moet wel aan de weg timmeren en dat doen we wel uitermate. Ja, maar zoals ik ben een leek als dammer, zoals ik het begrijp, mag iedereen hier vandaag eigenlijk dus dammen? Hier mag iedereen dammen. Ja, we hebben alles is er gewoon van klein tot groot. We hebben niet een speciale jeugd, maar goed, er was zoveel jeugd vandaag, 14 stuks. Dus we hebben wel even een aparte jeugdgroep ingedeeld. Want we hebben vleesprijzen altijd, maar nu, voor de jeugd hebben we bekertjes gedaan. Want ja, die moeten ze aan opa en oma laten zien natuurlijk. Dat doen we, dat is beter vlees. Ja, dat is echt over nagedacht. Ja, dat is wel over nagedacht. We denken daar echt over na. Ook met de indeling dat zo rustig mogelijk verloopt ook zo en dat met 140 man, we hebben er 137 vandaag. Dus en dan jeugd erbij, loopt het vandaag heel erg goed. We zijn erg tevreden, mooi rustig. Tuurlijk, het is ook een uitje, een beetje. Het is niet, kijk, als je wedstrijden daalt, dan moet het muisstil wezen. Dan mag niet gepraat worden, maar dat is niet met zo'n damdag zo. Dat is, dan mag ook best gepraat worden, moet wel wat rustig wezen op zijn tijd, maar mag gepraat worden. Nou is vandaag is de dag om 10 uur voor jullie begonnen. Meneer Vrieling heeft hier de damtoernooi geopend. Hoe laat zit deze dag erop dan? 5 uur. En alle uitslagen komen jullie op de website? Ja, bij ons op de website alle uitslagen. We hebben ook die zich aangemeld hebben ook al op de website gezet voor die tijd. Iedereen kon zien wie meedeed. Dat doen we altijd. We werken elke dag, hebben we bijgewerkt. En nu komt de uitslagen, komt er straks. Die staan er morgen op. Ja. En de website is? De website is damclubtedenstraat.nl. Gert, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.